plezier. Stage Frans filosofie of Frans popkunst studeren. Ik speel het personage Martine. Martine Postma. Martine Postma wordt bijna 40 en daar ziet ze een beetje tegenop. In die zin dat ze denkt, ja, 40, waar sta ik? Ik zit verwikkeld in mijn gezin, in mijn baan. Het lukt allemaal niet, het loopt allemaal niet, echt lekker soepel. Ze is ergens naar op zoek en ja, het grote geluk. Waar is het grote geluk? Het grote geluk, het grote geluk. Ze krijgt een proefabonnement cadeau op de Happiness. En daarin staat een aanbieding om te genieten van een stiltehut. Nou, dat lijkt er wel wat. Stiltehut. Even tot jezelf komen. Even naar jezelf op zoek. En ja, zo begint eigenlijk de voorstelling. Bloggen? Dat heb ik ook nog een tijdje gedaan. Dan ging ik iedere dag even een uurtje bloggen over mijn leven. Maar ik kreeg alleen maar reacties dat het positief was. Het schijnt dus dat je alleen maar mag bloggen als je wat te zeiken hebt. Nou, ik heb genoeg gehoord om over te zeiken. Raymond Gol kan overal over zeiken. De NS, de files, de crisis, Rutte, Wilders, Miley Cyrus, dode zeehonden, uitnodigingen om Candy Crush te spelen. Ik overzie alles. Ik zie dat hele gezin worstelen en ik zie iedereen heel erg met zichzelf bezig en niet met elkaar. En ik ben eigenlijk, mijn rol is eigenlijk om daarnaar te kijken en te denken van oh. Ik wou dat ik een hond was, dat mijn belangrijkste interesse de geur van een soortgenootse kont was. Voor mij is het echt een ontdekking van wat is musical en ja, hoe ga je daarmee om? Hoe ga je ermee om dat je opeens, ik ben gewoon een geschoold acteur en ben gewend om stukken te spelen. En dat doe je hier ook, maar opeens moet je een liedje gaan zingen. Dat is toch even, dat is gewoon even omschakelen. Maar dat is heel leuk om dat te ontdekken hier. Is het nu een beetje wennen weer, omdat er nu geluid bij zit en licht. En dus het zijn allemaal weer nieuwe dingen die we even, moet je weer even aan wennen in het spelen. En dan vanavond doen we weer een doorloop en dan morgen nog twee. En dan hebben we donderdag de eerste try-out. En dan moet er, dan zit het publiek, dus dan moet het er gewoon zijn en dan is het er ook. Op een gegeven moment heb ik gewoon genoeg van dat doodgerepeteer. Dan wil ik gewoon publiek, dan wil ik gewoon interactie. Dat is gewoon een andere vibe dan dat je maar steeds maar met z'n zes in een lokaal zit. En er komt dus af en toe iemand van boven van het kantoor kijken natuurlijk. En dan krijg je meteen alweer meer pizzas om het te brengen. Maar ja, ik wil dan gewoon publiek erbij. En dat punt is nu aangebroken. Maar het moet eerst nog even in elkaar gezet worden. Ik denk dat hij heel fijn geschreven is. Ik vind het verloop van het stuk heel erg mooi. Want hij begint een soort van up. Dan gaat hij behoorlijk naar beneden. En dan eindigt hij ook wel weer up. Ik denk dat een heel fijn ding is. Soms wou ik dat ik dood was. Dat de voorstelling heel erg gaat raken bij iedereen. Omdat er zoveel herkenbare dingen in zitten en omdat het zo van deze tijd is, is het een hele interessante voorstelling om naartoe te gaan. Zoek het geluk maar bij jezelf of zo. Of wat dichterbij in plaats van het buiten je gezin te gaan vinden. Nee, dus kijk gewoon naar iets kleins. Of kijk gewoon naar de dag en leef bewust. Ga niet om het resultaat, niet om de